Goedendag, we gaan een filmpje maken voor alle studenten die met een Mac binnenkomen. Er wordt verwacht van hun dat ze Windows 8 momenteel kunnen. Oktober 2013 zijn we. Ik heb een Maverick geïnstalleerd op mijn laptop Mac en vanaf nu ga ik proberen mijn bootcamp te installeren. Dus bij de programma's, applications, vind je daar een bootcamp programmaatje, Bootcamp Assistant. En je kan daar zeggen hoe groot je Mac harde schijf wordt en hoe groot je Windows harde schijf wordt. Ik merk vooral dat veel studenten hun Windows volgeraakt. Dat ze geven maar 30 of 40 gig aan Windows, en waardoor ze op het einde van het jaar toch een probleem hebben. Dus ik zou zeggen, wees toch wat, geef wel iets meer gigabytes aan Windows. Laten we zeggen een goede 50 of zoiets. 50 gig lijkt me toch wel opportun. Dus eens dat de Mac wordt, die tool wordt opgestart, wat gaat er dan gebeuren? Die grote harde schijf wordt verdeeld in twee stukken. Je ziet dat visueel. We noemen dat partities. De ene partitie staat er Mac op en de andere partitie moeten we dus Windows installeren. Windows komt van dreamspark.com, waar we gratis een Windows 7 of een Windows 8 kunnen downloaden. Nu helaas, ik kan jullie niet tonen wat je met een Windows 8 moet doen, want deze hardware van 2009, die laptop, kan dat helaas niet draaien. Dus het heeft wel een tijdje geduurd voordat ik het door had dat dat gewoon niet ging lukken. En heb ik natuurlijk om toch een filmpje te kunnen maken, Windows 7 erop geïnstalleerd. Dus je ziet wat er moet gebeuren. In C, ik heb hier al een paar computers Windows 8 geïnstalleerd. De opstartschermen zijn dezelfde. Dus je accepteert alles. Dit komt door een ISO-filetje te downloaden van Bootcamp. En je moet het dan branden met ImageBurn of zo, of met Burn op Mac. En dan komt hier het moeilijkste verhaal ever. Oh ja, valt wel mee. Vermits dat ik daar in de Windows, sorry, bij de Mac-installatie gezegd heb: oké, ik ga een partitie nemen voor Bootcamp en die is een goede 116 gig groot. We willen toch niet verder gaan, dus wat doe je nu even? Hij zegt even tegen die computer: ik ga die deleten. Dus dan heb je ook de Mac niet gedelete. Je weet heel precies dat stukje daar, Bootcamp, dat is een stukje voor Windows. En dan zeg je terug New Apply en dan kan hij weer verder, zie je? Dan heeft hij partitie 4, en die partitie 4, 116,4 gig. Daar worden nu alle Windows-bestandjes op gedumpt. We hebben een heel stuk film eruit gesneden en we zitten nu bij de installatie van Windows 7 Professional. We typen onze naam erin eventueel. Ja, dit gaat over Bootcamp, dus ik dacht, ik zal het even intypen. Dit is onze Bootcamp-CD. Nu echte naam, want dat wordt dan ook mijn login. Een paswoord ter beveiliging van je systeem. De product key skip ik even. Dat willen we natuurlijk niet op internet zetten, zo'n filmpje, zo'n serieltje. Dat kan ik later nog altijd invullen. Use recommended system settings is prima, dus updates uiteindelijk. Dit wil ik ook liever niet beamen, maar je kan dus je wireless netwerken inloggen, zodat ik de updates kan downloaden en installeren. En dan die de software via nanite.com, NINITE.com. Dan installeer je alle software die je wenst. Hier gaan we eens even vlug kijken naar die USB, want wat hebben we nog nodig? Nog één dingetje. Windows is wel geïnstalleerd, maar de hardware is nog onbekend. Tijdens de installatie van Bootcamp moest je een USB insteken en dan werd daar de software opgezet om de drivers eigenlijk te gaan herkenbaar maken voor Windows. Dus kijk maar eens mee, Device Manager bovenaan. Dat is een van onze examenvragen in multimedia. Waar kan je zien of dat je hardware correct is geïnstalleerd? Of dat er problemen zijn met drivers van webcam, van internet, van wireless, noem maar op. Dan komt daar in een lijstje te staan wat herkenbaar is door Windows en die drie dus die niet herkenbaar zijn. Dus via dat ene Bootcamp configuratieprogrammaatje dat we nu aan het installeren zijn, worden dus de nieuwe hardware onderdelen herkenbaar gemaakt voor Windows 7 in dit geval. Idem dito uiteraard voor Windows 8. Alleen moet je opletten welke versie dat je neemt.
Vermits dat Bootcamp een aantal versies ondertussen heeft, dat heb ik allemaal ondertussen geleerd tijdens dit projectje. Ja, kan het best zijn dus dat je misschien als die server down was, want in mijn geval was de server down, heb ik dus moeten gaan zoeken welke versie van onze Bootcamp Assistant heb ik nodig. Uiteindelijk heb ik de juiste versie gevonden, op USB gezet, start op setup en alles wordt geïnstalleerd, je ziet het. NVIDIA wordt momenteel geïnstalleerd, maar daarboven staat Marvel en Intel. Dus Marvel heeft iets met netwerken te maken. En zo verder zie je. Dus al die drivers worden momenteel geïnstalleerd en zijn dan beschikbaar onder Windows 7. Ik heb gemerkt in school dat er een aantal mensen dat niet hebben. En dat is dus de oorzaak waarom dat ze dus een keyboard hebben die niet 100% overeenkomt. Onderaan in het scherm zie je daar NL staan. Straks zul je merken dat daar ook denk ik, Belgium, dus zaakjes Apple bij gaat staan. Dus effectief, je hebt die drivers nodig om ervoor te zorgen dat je PC in alle comfort en alle onderdelen wel degelijk werken. Ik laat je nu zien dat de Apple keyboard ondertussen herkend is, zie je? Bluetooth moet nog gebeuren. En uiteindelijk van de rit, we hebben weer wat geknipt. Het einde van de rit zeg je, installatie van Bootcamp is voltooid. En wat blijkt, er zijn nergens nog elementen die dus eruit springen en zo'n beetje gelig zijn. Dus alles is herkenbaar, alles werkt. Super informatie. Ik dacht er dan vroeg van, oké, nu moet je terug herstarten. We zijn herstart, we hebben daar een help Bootcamp venster. Ondertussen staat daar de NL. Maar nu hoop ik dat we het nog een beetje goed kunnen zien. Onderaan als we op de NL klikken, zien we nu wel Belgium Apple. En dan zit er net voor. Ja. Dus dat kleine icoontje, dat is ons Apple configuratiescherm. Ik zet het opzij, naar beneden. En ik klik eens even op de Bootcamp configuratie. Dus de meeste mensen... Allee, eigenlijk zou alle mensen dit moeten hebben. Waarom? Ik kan hier bijvoorbeeld besluiten, ik wil standaard met Mac opstarten. Of ik wil standaard opstarten met Windows. Oké. Brightness kan je veranderen. Ik kan hier een vinkje aanzetten om het keyboard F1 en F2 te laten werken. En last but not least, het laatste tabletje, daar kan je met twee vingers op je trackpad kan je een secondary klik maken. Dat lijkt me ook wel handig. En dat verwacht ik eigenlijk dat dat werkt als ik jullie iets kom verbeteren op jullie PC. Succes met de installatie van Bootcamp!